Ik begin met de twee trainers van de finale van de Suriname Major League. Het waren Robin Hood en Transvaal. En ik heb in de studio Roberto Geuriken van Robin Hood en Raymond Mannen van Transvaal. Heren, van harte welkom. Ik stel het maar gauw op Roberto en Raymond voor het gemak. Oké? Okay? Laat maar beginnen bij de kampioen. Roberto, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn kampioen geworden gisteren trouwens. De wedstrijd is gewonnen door Robin Hood met 2-0. Roberto, los van het technisch gedeelte gisteren, wanneer de arbiter voor de laatste maal fluit en je beseft dat je zeg maar een stukje geschiedenis schrijft in de zin van de eerste kampioen van de Suriname Major League, wat voor gevoel was dat voor jou? In ieder geval een heel prettig gevoel. Dit kampioenschap brengt heel veel met zich mee. U zei het al, het eerste team dat kampioen geworden is van de SML. Maar daarnaast is het ook de derde keer op rij dat Robin Hood kampioen wordt van de competitie. Maar ook biedt ook direct de gelegenheid om volgend jaar weer mee te doen aan Club Shield wedstrijden. Mm-hmm. Maar ook dit kampioenschap betekent ook dat wij ook ongeslagen zijn in deze competitie. Geen enkele wedstrijd verloren. En geen enkele wedstrijd verloren. En dat maakt dit kampioenschap toch wel zo bijzonder. Mm-hmm. Aan de andere kant, dat is sport nou eenmaal. De ene lacht en de andere treurt. Trainer Raymond Mannen, niet geworden wat je ervan verwacht had. Nog meer omdat Transvaal bijna gedurende de hele competitie op de eerste plaats gestaan heeft. En dan die ene belangrijke wedstrijd niet kan winnen. Wat was het gevoel bij u? Nee, zuur natuurlijk, zuur. Kijk, je gaat elke wedstrijd in om te winnen. En verliezen is altijd pijnlijk. En helemaal een wedstrijd als deze, die gaat om het kampioenschap. En dan is het natuurlijk pijnlijk. En, ja. Het hoort er helaas bij. Oké. Okay. Het is de eerste keer dat we zeg maar een profcompetitie hebben. Hoe heb je het ervaren? Nou, ik denk heel positief. Heel positief. En voor de voetbalontwikkeling van Suriname is het gewoon positief dat er een professionele competitie is gekomen. Tuurlijk, er moeten nog veel stappen gemaakt worden, mm-hmm. Maar ik denk één stap vooruit is al een goede stap. En de stap vooruit, dat hebben ze zeker gemaakt. En mm-hmm. Van hieruit kan het alleen nog maar groeien, denk ik. Mm-hmm. Berto, je haalde het ook al aan. Het is je derde jaar op rij dat je kampioen wordt. Wat was voor jou het grote verschil, zeg maar, van de SML ten opzichte van de amateurcompetitie die we nu achter ons laten? Oké, je ziet dat er organisatorisch toch wel heel veel werk te doen is. Heel veel is veranderd. En je ziet dat we toch wel in een proces zitten om tot beter te komen. Het is heel erg belangrijk dat, behalve dat het om de spelers gaat, dat het ook om je eigen organisatie gaat binnen de vereniging, waaraan je zal moeten sleutelen. En je ziet dat toch wel een aantal clubs nog problemen daarmee hebben. Maar in ieder geval worden er stappen vooruit gemaakt. En dat is toch wel een heel goed teken. Dus we moeten toch wel kijken hoe organisatorisch dat ook heel snel oppakken. Zodat we toch wel heel snel kunnen aankomen waar we in feite moeten zijn. Ja. Oké. Okay. In elk geval positief, dus ervaren jullie beiden die... Zeker die, weten, die, ja. Oké. Okay. Terug naar die wedstrijd van gisteren. Roberto, ik weet nog, we zaten op de tribune en met een aantal sportjournalisten. En op een gegeven moment zeiden we van, jongen, Transvaal domineert toch wel een beetje in deze eerste helft. Weet je. En nauwelijks 2 minuten daarna scoort Jamilio. Ik denk, dat kan je nog heel goed heugen. Hoe belangrijk was op dat moment dat eigenlijk Robin Hood een klein beetje in de verdrukking was. Het doelpunt van Jamilio Richters voor zeg maar het verloop van die wedstrijd. Zulke wedstrijden zijn altijd beladen wedstrijden. En we hebben het zelfs ook mogen ervaren de eerste 30 minuten. Is niet dat het moeilijk was voor Robin Hood, maar we moesten op onze hoede zijn, zodat Transvaal niet het doelpunt kon scoren. En ik moet zeggen dat we dat toch wel knap hebben weten te verdedigen. Dat we geen doelpunt tegen kregen. En ook, dat was ook in de bedoeling bij ons, om toch wel uit de gemaakte fouten van de tegenstander hun af te straffen. Mm-hmm. En zoals u weet heeft Robin Hood heel weinig nodig om,
om toch tot scoren te komen. Als we kijken in de competitie, we hebben de meeste doelpunten gemaakt dit seizoen. Dus ook in deze wedstrijd was het heel erg belangrijk dat we tot scoren kwamen. En als je tot scoren komt, dat wil zeggen dat je ook het vertrouwen in die wedstrijd terugkrijgt. Het zelfvertrouwen van de spelers, die werd groter, maar ook het zelfvertrouwen of het vertrouwen in het spel dat we wilden spelen. En dat heeft toch wel goed uitgepakt in deze wedstrijd. Ja. Had je het idee van Jamil heeft gescoord, de buiten is binnen? Of, nog niet. Met alle respect voor Transvaal. We hebben ze zien groeien in deze competitie. Wat ook heel mooi geweest is. Om toch wel teams te zien groeien in een competitie. Transvaal heeft heel grote stappen vooruit gemaakt. Maar niet alleen op het veld, maar ook organisatorisch. En bij zulke wedstrijden ga je tot het eind op je hoede moeten zijn om deze wedstrijd goed uit te spelen. Om toch wel na die 90 minuten plus toch te zeggen van oké, de bui is nu binnen. Mm. En dat was gisteren ook het geval. Ja. Ja. Bij jullie een beetje zoutjes, want Boy die trapt een vrije trap tegen de deklat, die gaat er dus niet in. Dan krijg je dat moment van Jamilio Richters. Transvaal is in deze competitie vaker teruggekomen van achterstaande, heeft wedstrijden gewonnen. Dus nog geen paniek, denk ik. Maar ik denk dat de grote ommekeer kwam enkele minuten, enkele seconden voor rust met die rode kaart. Nee, klopt. Dat was echt een ommekeer in die wedstrijd. Nee, klopt helemaal. Kijk, het is altijd als je die eerste scoort, dan krijg je zoveel vertrouwen. Stel, als die bal van Boy erin was, dan was het ook weer een hele andere wedstrijd geworden, denk ik. Maar als je dan net voor rust een doelpunt tegenkrijgt en daarna een rode kaart, dat zijn twee klappen op in een hele korte tijdstip. Mm-hmm. En dan is het mentaal is het een hele zware tik. En dan moet je weer herstellen. En dan weet je dat je nog 45 minuten hebt, want eigenlijk meteen na die vrije trap van die rode kaart was het rust. Dus toen had je nog 45 minuten om te proberen dat ding om te gooien met Eyamait, je speelt met 10 man tegen 11 man van Robin Hood. Ja. Wat waren de belangrijkste aanpassingen die je gepleegd hebt voor de tweede helft? Nou, kijk, je weet, Robin Hood scoort heel makkelijk. Dus je kan niet gelijk vol op de aanval en man op man gaan spelen. Dan is het gelijk killing. Dus je moet daar ook rekening mee houden. Daarnaast, je moet wel wat kunnen creëren. Dus we hebben Toy gebracht en wat meer op zijn runs gaan spelen. Om toch die dreiging van daaruit bij te sluiten. Maar wat ik zeg, we kunnen niet gelijk die deur helemaal openen. En dat was een keuze die we moeten maken op dat moment. Mm-hmm. En gezien de kwaliteiten van Robin Hood, toch proberen die druk te zetten vanuit de verdedigers. Ja. En toch die kansen te kunnen creëren. Mm-hmm. En niet alleen Transvaal moest aanpassen, want jij wist dat ze met de offensief plan zouden komen. Ze hadden 45 minuten om te proberen nog die wedstrijd te winnen. Je weet dat je met 11 speelt tegen 10, maar je weet dat ze gaan komen. Waar heb jij heel erg veel rekening mee gehouden in die tweede helft? Kijk, je start die tweede helft met de bedoeling om heel snel weer toe te slaan. Toch? De bedoeling was om binnen 15 minuten weer te kijken naar een doelpunt. Maar we wisten dat Toy ook in die wedstrijd zou komen. En als we naar de wedstrijden van Transvaal gekeken hebben, de laatste wedstrijden, is Toy altijd van betekenis geweest bij zijn invalbeurten. En we moesten daarop anticiperen. Dus ook rekening houden. Dus vanuit die verdediging zouden we rekening moeten houden. Maar in die aanval zouden we toch wel moeten kijken hoe snel kunnen we die vrije man vooruit vinden. Om toch wel tot scoringskansen te komen. Mm-hmm. Totdat het laat in de tweede helft of midden tweede helft toch wel gelukt is om het tweede doelpunt te scoren. Mm-hmm. En dan zie je zeg maar, met 30 minuten gespeeld in de tweede helft dat het nog 1-0 staat. Kun je op dat moment nog aanpassingen plegen? Kun je als coach nog andere dingen gaan doen, anders gaan spelen? Ja, kijk, je probeert nog wat meer druk naar voren te creëren met wat wissels. En daardoor krijg je nog ook wat veel meer ruimte achterin. Maar op dat moment moet je staat 1-0 achter. Het is een finale, dus je kan niet zeggen volgende week doen we het over of wat dan ook. Het is een finale, dus je moet gewoon je moet creëren. Je moet wat meer druk naar voren proberen te krijgen. En daar ga je ook die wissels op maken. En dan krijg je ook weer wat meer ruimte achterin.
Mm-hmm. En Roberto, Robin Hood heeft een reeks wedstrijden gehad. Als je kijkt, ik praat dan over het vorige seizoen, zeg maar de laatste anderhalf jaar. Continu gevoetbald. En dan komen jullie in de Club Shield. Daar worden jullie uitgeschakeld. Kan impact hebben, kan een negatieve impact hebben, kan ook een positieve impact hebben voor de lokale competitie. Is er iets veranderd na, zeg maar, jullie uitschakeling in de Club Shield van onlangs? Er is heel veel veranderd. Ik moet bijna me haasten om te zeggen dat verlies toch wel een omkeer gebracht heeft in het team van Robin Hood. Om spelers weer op beide benen te laten staan. Mm. Je weet, zo lang gepresteerd te hebben, kampioenschappen binnengehaald te hebben in het anderhalf jaar, waar spelers niet gewend mee zijn, krijgen ze andere gedragingen. En ik denk dat dit verlies er moest zijn om verder te gaan. En daarmee hadden we een andere uitdaging en dat was kampioen worden van de SML. En je ziet dat ze toch wel gebrand waren om dat te doen, ja. Mm-hmm. En voor jullie, jullie hebben nog één belangrijke wedstrijd, dat is de bekerfinale. Kun je na het feest van gisteravond die jongens nog gemotiveerd om die finale te gaan spelen? Dat wel. We hebben gezegd van gisteren na die wedstrijd hebben we een beetje kunnen feesten. Ik heb ze gezegd van vandaag mogen jullie nog een keertje feesten. Maar maandag is het weer serieus om ons voor te bereiden voor die wedstrijd van zaterdag, de bekerfinale. Mm-hmm. De laatste horde voor ons. En ook daar willen we goed presteren. Dus we gaan ons focus toch wel moeten leggen momenteel op die bekerfinale. Ja. Mm-hmm. Weer zo'n mooie finale. Ja, ja. En dan even terug naar trainer Mannen. Jullie hebben natuurlijk, het is heel zo natuurlijk lang op de eerste plaats gestaan te hebben. Na de wedstrijd gisteren heb je nog contact gehad met, zeg maar, het management van Transvaal. Wat is het gevoel binnen de club Transvaal met dit resultaat? Het was heel kort even hoor. Maar ze zijn tevreden met de stappen die we hebben gemaakt. En natuurlijk, het is zuur dat je niet de next level kon zijn om eerste te eindigen. Mm-hmm. Maar het is wel een feit van, we zijn goed op weg. We maken stappen vooruit, binnen en buiten het veld, wat de Geuniken al zei. En we moeten die weg gewoon door leren van dit seizoen. Mm-hmm. In alle opzichten, binnen en buiten het veld, organisatorisch, medisch, noem maar op. Om van daaruit beter voor de dag te komen het volgende seizoen weer. Oké. Okay. En tenslotte, trainer Mannen, wat is het belangrijkste positieve dat, zeg maar, dit SML-jaar gebracht heeft voor Transvaal? Oh, mooie vraag. positieve, nee. Ik denk als we kijken naar de club en als trainer de uitdagingen, spelen tegen goede tegenstanders, betere tegenstanders die ook steeds stappen gaan maken, zoals Robin Hood die al daar hoog is. Maar andere clubs die ook daar willen aanreiken, zoals Inter, Notch, noem maar op, die toch goede clubs zijn. Als trainer de uitdaging om telkens te performen. Als club zijnde om daarin ook organisatorisch in mee te doen en stappen te blijven maken. En ik denk dat de SML daar wel voor heeft gezorgd om jezelf te blijven uitdagen. Als club, als trainer, als speler, om te blijven performen. Okay. Blijf je beter aan Swaal als coach? Trainer? Ik heb nog geen gesprekken gehad. Ik laat me nog niks. Okay. Ik ga er vanuit, maar okay. We hebben nog niks concreet. Okay. En Roberto, behalve dat bekertoernooi heb je natuurlijk het vooruitzicht op weer regionale toernooien. En je zei het zo net al, die jongens die waren een beetje gaan zweven van al die grote successen. Ga je het anders aanpakken richting die regionale toernooien dit jaar? Nee, sowieso zullen we aandacht daarvoor hebben. Ik moet me haasten om ook dit van te zeggen. Dat het bestuur van Robin Hood heel hard werkt om toch wel alles goed voor elkaar te krijgen. In principe hebben ze van het jaar weer gezorgd dat Robin Hood zo goed gepresteerd heeft. Trouwens samen met de spelers. En ik ben hen dankbaar wat dat betreft. We moeten leren uit onze fouten, maar dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de spelers en technische staf. Omdat nieuwe veranderingen
toch wel soms moeilijkheden kunnen veroorzaken. Mm. Dus we moeten nu gaan letten op onze fouten, dat we die fouten niet meer maken. We zijn het al bekend en dat we in het vervolg, als we zulke prestaties neerzetten, toch wel weten hoe we daarmee moeten omgaan. Oké, heren. Bedankt voor dit gesprek. Alsnog gefeliciteerd met het kampioenschap, het semi-kampioenschap. En we kijken natuurlijk uit naar wat er allemaal nog ons te wachten staat met Transvaal en Robin Hood, regionaal, internationaal en dan verder. Bedankt en alsnog gefeliciteerd. Dank u wel.